Hoe werken de ranks in Geocraft? Je kan in Geocraft niet zomaar ergens bouwen. Een burgemeester moet jou een stuk land geven. En jij kan dan alleen op dat stukje bouwen. Iemand kan niet zomaar wethouder of burgemeester worden. Je moet solliciteren om deze rol te krijgen. Een minister bepaalt dan of jij wel of niet aangenomen wordt. Voordat je solliciteert als burgemeester moet je al wethouder zijn. De burgemeesters en wethouders worden gecontroleerd door de commissarissen van de koning. Elke provincie heeft één of meerdere commissarissen van de koning. De commissaris van de koning beschikt onder andere over World Edit en zorgt ervoor dat iedereen zich in de server goed gedraagt. Om commissaris van de koning te worden moet je minimaal al burgemeester zijn en 14 jaar of ouder. In een sollicitatiebrief leg jij uit waarom jij geschikt bent om commissaris van de koning te worden. Spelers met veel technische kennis kunnen gedeputeerden worden. De gedeputeerden helpen de ministers bij het maken van nieuwe plugins en helpen bij technische klusjes. Om gedeputeerde te worden moet je eerst burgemeester zijn en moet je iets laten zien van jouw technische vaardigheden. De hoogste rank in Geocraft is de minister. Deze vormen de organisatie van Geocraft en sturen de commissarissen van de koning aan. De ministers werken nauw samen en worden vertegenwoordigd door de koning. Voor de rank minister kan je niet solliciteren. Hiervoor word je uitgekozen.